team van Niels is ontstaan omdat Niels de ziekte Duchenne heeft. Niels is ondertussen 24. Ik ben al de helft van zijn leven de Duchenne-vrijwilliger. 12 jaar al. Op het moment zijn we verantwoordelijk, 's morgens. Voor de eieren koken we. We maken de soep en de bouillon klaar voor de checkpoints. 2:30. Gaan we met andere koks de keuken in. Om te zorgen dat er om 5:15, 6:30 weer een mooi buffet staat. Ja, het is wel een hele gezellige week. Maar het geeft me altijd heel veel energie om weer verder te gaan. Ik ken Jenny al heel erg lang, vanaf mijn 18e. Het gezin maakt natuurlijk van dichtbij mee. Ze leven echt in het moment. Ook ik zie Niels natuurlijk achteruit gaan. Het is echt moeilijk om te zien. Machteloos ben je. Toen de diagnose kwam met Duchenne, toen had ik zelf het hele machteloze gevoel van, wat moet ik doen? Eén keer in de week, de woensdagavond, dat is mijn avond voor Niels. Dan kunnen hun eigen ding doen. Het is heel erg leuk. Het wordt ook anders, hij wordt ouder. We hebben wel eens hele mooie gesprekken, echt hele mooie gesprekken. Ik vind het een fantastische event. We zijn niet echt met de toekomst bezig, want ja, in grote lijnen weet je ook al hoe het gaat lopen. Maar het heeft helemaal geen nut om daarmee bezig te zijn. Je leeft nu, en dat is belangrijk. Ik ben André Hemmer. Ik doe mee aan Duchenne Heroes vanwege dat mijn zoon Duchenne heeft. Ik ga mee als vrijwilliger en ik doe GPS-ondersteuning van de renners. Wij gaan lekker de rijders voorzien van een heerlijk soepje, een stukje worst, een stukje kaas, het fruit, de ontbijtkoek. En we proberen voor iedereen het naar de zin te maken. En we hebben een heel gezellig team en we gaan ons best doen weer voor dit jaar 2019. Ik rijd bij Team voor Nick en ik rijd mee voor omdat Nick een heel goede vriend van mij is. Je begint het al wel een beetje te voelen in de benen. Het zal goed zijn dat we morgen, de laatste dag eigenlijk, door Ardennen zijn. Dat ja, het zware deel eigenlijk achter de rug is. Tot nu toe, hoogtepunt van de week. Ondanks dat het erg vermoeid was, de experience route van gisteren. En de aankomst daarna. Ja, het is heel emotioneel. En het is leuk ook. Om alle jongens te zien en blije gezichten te zien. Ja, toch wel de saamhorigheid, betrokkenheid van heel veel mensen. Wat je vaak hoort, toch het warme bad waar je in terecht komt. Hulp onderweg, mensen waar je bij aan kan sluiten. Het is uiteindelijk gewoon een week die ook vreugde en feest brengt. Ja, absoluut.